Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met de gloednieuwe aflevering van Q-Time. En ik vertel jullie iedere keer dat je zoveel verschillende dingen kan doen met je Q-Time. Dus waarom niet naar een nieuw stuk van Onstage gaan? Want ze hebben een prachtig theaterstuk in elkaar gezet en het heet The Voice of Silence. Vandaag zijn LaToya en Joelle bij mij en ze gaan me er alles over vertellen. What a little Q-Time? Hi Hi. Hoe gaat het, doen? Goed, met jullie twee. Goed? Ook goed. Nou, Dat ja. is goed, want jullie zijn bezig geweest. Ja. Ja, ja. Dus, uh, maar het werkt ja. voor je. Oké, okay, het is ja. working. Het okay, is, okay. <laughs> <okay. laughs> is goed, het is goed, het is goed. Ja. The Voice of Silence. Yes. Jullie zijn bezig geweest. We zijn bezig geweest. Eigenlijk komt het concept ook gewoon vanuit de spelers, want dat doen we bij On Stage. Ja. We werken echt vanuit onze spelers. En daarom wordt het ook iedere keer wat anders. Want ook zo hebben de groepen dan soms iets dat ze bijvoorbeeld een keer iets dieps willen doen. Een keer willen ze iets luchtigers doen. Maar dit is een stuk van, uh, we hebben twee volwassen groepen bij On Stage. Dit is een stuk van de maandagvolwassen groep. En zo hebben we een beetje inspiratie onderling opgedaan met elkaar. Mm -hmm. Toen ben ik gaan schrijven. En uh, mijn lieve man, die had een idee en een beeld erbij hoe hij dat eigenlijk op de vloer wilde neerzetten. Dus hij is dan toen met de spelers eigenlijk alles op de vloer gaan zetten. En we zijn zowat klaar. Ja. Is mm -hmm. dus ja. nu gewoon even we repeteren en het, en, uh, het ja. het yeah. okay. en. het gaat gebeuren. De final touches. De final touches. En het aanbrengen. Oké. Okay. Maar uh, het is wel een prachtig stuk. Dat moet ik het zelf zeggen hoor. Okay. En je mag, je mag. <laughs> <laughs> ja, ik ben uh, dit jaar uh, uh, yeah. ingeschreven bij Onstage. Mm -hmm. En ik vind het eigenlijk een heel mooi stuk. Als introductie. Mm -hmm. um, het gaat om uh, um, de. Iedereen herkent zichzelf. Iedereen kan zichzelf herkennen in dit mm -hmm. stuk. Mm -hmm. Omdat het gaat om de vragen die wij ons als mens stellen in de verschillende fases van ons leven. Oké, dat is Ja, period. Ja. Nee, punt. Ik, 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 ja, nee, 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 dat moet nee, anders, <laughs> anders ga ik er veel vertellen toch? Okay. Ja. Nee, nee, nee. Ja, maar ik ja, denk dat, dat... dat iedereen, uh, iedereen zich erin kan vinden. Mm -hmm. Als je zo hoort, the voice of silence. Ja, yeah, it it's, it's a lot. Was, it's a, a lot. It's a lot. Because als ik het zou moeten beantwoorden zonder te veel weg te geven, zou so ik dan eigenlijk ook gewoon kunnen zeggen van: ja, yeah, what do you hear in silence? Yeah. Yeah. En dan yeah. denk ik dat we daarmee al. Heel wat hebben gezegd. Exactly. Als het ware. Ja, klopt. Ja, heel veel herkenbare thema's komen mm -hmm. erin voor. Voor ieder, zowel jong als oud. Um, ja, ik denk dat de kijker zich wel zou kunnen identificeren met heel veel uh, momenten in het stuk. Okay. Ja, die lang, die, die, langs, die voorbij Dan moet het komen. een mooi stuk worden als iedereen zich wel op, op een bepaald moment erin gaat kunnen, of ermee gaat kunnen identificeren. Yes. Het is ook een abstracte vorm. Mm -hmm. Dus het is niet, um, niet zozeer. Een verhaallijn als bijvoorbeeld... Een gezin met een vader en moeder. Een, ik noem maar wat op een mm -hmm. kind. En dan is er een scène in de yeah, keuken of zo. Nee, zo is het helemaal niet. Vrij nee, abstract. Um, ik denk nog niet dat we willen vrijgeven wat de setting is. Nee, nee, nee. Dat heb ik ook niet gevraagd. Dat heb ik ook niet gevraagd. Nee, maar... Maar ja, abstract. En ook wel interessant. Something new, something fresh. Ja. Weer wat anders. We vinden het altijd leuk om onszelf uit te dagen. Mm -hmm. En iedere keer ons... Onze toneelstukken ook een andere feeling erbij te geven, yeah. andere setting. Ja, mm -hmm. dus. Okay. Nee, jullie zijn bezig geweest. En ik heb al een aantal stukken van jullie gezien. En um, ook met we in het buitenland ook uh, ja. samen. Dus Het is, is yeah. altijd. Maybe the same faces, but it's always something different. To different. Experience. Yeah. Dus ik ben alvast enthousiast voor jullie, voor wat dit keer uh, op de planken zou worden vertoond. Maar hoe is het proces voor jullie gegaan om dit verhaal of dit stuk tot leven te brengen? Ja, eigenlijk was het ook vrij snel gegaan, maar dat was ook dit jaar. We hadden eigenlijk heel veel stukken voorbij. Dus we hebben echt. Dit is Showtime Season, noemen we dat bij ons. Mm -hmm. Waardoor alle klassen eigenlijk aan de beurt komen om hun stuk te laten zien. En we hadden. Het was echt kort, dag, hè, Lato, ja? ja, klopt. Um, ik weet nog. Um, dat is wat Joelle zei aan het begin. We hebben allemaal. Of het is een gezamenlijk stuk. Dus de spelers, de directeurs, Joelle. Um, uh, Rodney. Mm -hmm. En um, iedereen heeft dus eigenlijk een deel van zichzelf yeah. in het stuk. Mm -hmm. Ja. En uh, het creatieve proces eerst in het begin een beetje schrijven, schrijven. Yes. Iedereen heeft een stukje geschreven. Toen Alan zijn stukken gestuurd naar Joelle. Joelle heeft een prachtige, prachtige, nee, de script is echt yeah. top. So, ja, een prachtige script in elkaar gezet. Um, we hebben ook spelers die um, dit jaar uh, weggaan. Eén is al weg, mm -hmm. toch? Yeah. Zij, zij moest uh, naar het buitenland. En het is ook mooi, want we hebben dan ook een stuk van haar yeah, erin verhaal in verwerkt. erin verwerkt. Mm -hmm. Weet je, eigenlijk een beetje een ode aan onstage en iedereen van yeah. yeah. onstage. Klopt. En dat Klopt. weer gewoon uh, die verbinding met wat wij als mensen allemaal meemaken. Yeah. Toch? Ja. Yeah. Dus okay. ja, zo is eigenlijk het stuk tot stand gekomen. Yeah. Mooi. Mm -hmm. Als ik zo naar jullie luister, hebben jullie me eigenlijk al heel veel gezegd over wat er gaat gebeuren en how je put je heart and soul in it. Zohm. So, um ik wil eigenlijk niet meer vragen over, want ik ben eigenlijk super nieuwsgierig. Dus ik kan het wel, maar ik ga het niet doen. Maar het zijn wel belangrijke vragen. Want wanneer is dit? Hoeveel kost het? Hoeveel dagen gaat dit worden gespeeld? Wat gaat er happen? Het speelt op 28, vrijdag 28 juni en zaterdag 29 juni. Mm -hmm. Lekker in het weekend, dus wanneer mensen meer vrije tijd hebben. Mm -hmm. Een kaartje kost 400 SRD. Verkrijgbaar bij OnStage zelf. Je kan ons uh, vinden op Facebook of op Instagram. Aspa underscore Su. Of op Facebook heet het gewoon On Stage Performing Arts. Mm -hmm. En daarnaast kunnen uh, ze, op, hebben we ook een flyer gepost. Kunnen ze ook op de flyers bellen op, het, op de twee nummers die daar vermeld staan. Mm -hmm. om, om meer informatie over de kaartverkoop. Maar in ieder geval zijn we er elke middag. Van twee uur s middags tot zeven uur avonds. Mm -hmm. Dus ze kunnen, mensen kunnen gewoon langskomen om een kaartje te kopen. Oké, okay, nee, dat is ja. het ding. En de kaartverkoop is gewoon al gestart. Ja, is al gestart. We zijn nog tijd. Good for y'all. <laughs> ik keek naar je, en het Als je nog wat wilde zeggen voor ik overging uh, over, over ging naar de kaartverkoop. En ik, de denk, ik denk wat we met dit stuk ook vooral willen brengen naar, naar onze bezoekers. Is eigenlijk ook dat we ook hopen dat het niet alleen dat, ze, dat zij zich erin identificeren. Maar dat ze vooral ook geïnspireerd raken met mm -hmm. de uiteindelijke boodschap die we aan het einde meegeven. Yeah. En dat we hopelijk een beetje hoop en inspiration en iets positiefs geven in, mm -hmm. ja, in, in deze tijd waar, waarbij er zoveel om ons heen gebeurt, toch? En iedereen gaat door zoveel heen. Maar dan hopen we toch een beetje licht, licht yeah. te brengen aan de, de mensen. Yeah. 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 Maar in elk geval, dat is roer, weet je? Dat er iets van. Ja. Nee, maar als het van on onstage is, dan moet het zeker lukken. Ik heb <laughs> geen twijfel daaraan. Dank je wel. Ik kijk naar jullie beiden, misschien een beetje hees, maar zoveel licht in jullie ogen <laughs> oh. Voor wat jullie gaan doen of waarmee jullie bezig zijn geweest. Dus uh, ik ben super enthousiast voor jullie en ik wil alvast heel veel succes wensen en feliciteren met well. waarschijnlijk een bangvolle op openingsnight en een uitverkochte tweede voorstelling. So, You guys go do your thing, because it's going to be amazing. Oh, thank you, we zien je, hè? Zo voorin. Oké, dan. Oké. Bedankt voor het komen. En bedankt nogal, dat ja. je ons hier hebt ontvangen. Oh. Ja, Graag you. gedaan. Ja. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag waren Joelle en Latoya van On Stage Performing Arts bij ons in de studio. En zij hebben op 28 en 29 juli een prachtige voorstelling voor jullie in elkaar gezet. Het heet The Voice of Silence. Daaruit kan je zoveel halen. Als je goed luistert en goed leest. Dan heb je bijna al een beetje antwoord voor jezelf. Maar het echte antwoord is op 28 en 29 juni. Bij Onstage zelf. Een kaartje kost 400 SRD. Je kan ze halen natuurlijk bij Onstage. Uh, Performing Arts um, zelf. Als je niet uh, direct wil gaan naar de Onstage. Kan je op Facebook een berichtje sturen. Kijk of je kan reserveren. Doe snel, want hier gaat het heel snel met de kaartjes. Ik zal niet langer wachten. Because this is... a Different a piece that they're gonna perform, and that we're going to win, and they have all their best Gedaan, zoals je deze these dames, net, zag, super enthusiastic for what they're really going to So don't wait, get your tickets, go to the show and get entertained. And remember, your time plus my time is Q time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.